Goedenavond, welkom. Welkom bij deze informatieavond over de woningbouwplannen in Zelhem aan de Hummeloseweg. Vanavond staan we met u stil. En als je zegt u, dan hebben we het over 150 mensen die zich opgegeven hebben vanavond. Altijd fijn om te weten hoeveel mensen geïnteresseerd zijn over de ontwikkeling aan de Hummeloseweg. Wat gaat er gebeuren met de woningbouwplannen? Hoe gaat daar een stukje visieontwikkeling plaatsvinden? Stedenbouwkundig, de eerste beelden, schetsen hebben we voor u vanavond. En ook de planning. Het is een digitale avond. Dat betekent niet dat het maar eenrichtingsverkeer wordt. Wij gaan ook graag met u in gesprek. En dat doen we via de chat. U kunt vragen aan ons stellen. En die vragen willen wij ook gaan beantwoorden. De video kunt u ook terugzien van deze avond. Want er worden opnames gemaakt. Die komt op onze website te staan. Ik zit hier trouwens niet alleen. Ik zit hier nog met een paar andere mensen die vanavond echt een bijdrage gaan leveren en ook de vragen en antwoorden gaan geven. Dat is René Nijland, de projectleider van de gemeente Bronckhorst. Dat is Arno Keurentjes, de ontwikkelaar en ook mede-eigenaar van de grond. En dat is Sandra van Dijk, de stedenbouwkundige. Volgens mij heb ik heel kort een inleiding gegeven en dan wil ik nu graag het woord geven aan René Nijland. Ook wat mij betreft hartelijk welkom vanavond bij de informatieavond voor de gebiedsontwikkeling van Zelhem-Meloo. Wethouder Emmeke Gosseling kan helaas door privé omstandigheden niet aanwezig zijn. Zij zou hier zijn, vandaar dat ik nog even dit startgesprekje even doe. We willen u vooral bijpraten over het hele planproces sinds februari begin dit jaar, sinds de digitale informatieavond die we toen hebben gehouden. Actueel gaat het in het plangebied om zo'n 160 woningen. De gemeente wil hier vooral heel graag een hele mooie wijk maken met veel groen. En vooral de juiste woningen waar Zelhem behoefte aan heeft. Verder komen er vanavond wat inschrijfmogelijkheden aan de orde voor een CPO, voor de status of voor senioren. En we doen ook een uitroep voor een klankbordgroep. We hopen dat u een hele fijne avond tegemoet gaat. Nou, helemaal goed. Dankjewel, René. Nou, de bijdragers voor vanavond, dat gaat niet alleen nu via deze tafel plaatsvinden met gesprekken. We hebben drie video's voor u klaarstaan. En de eerste video is een toelichting van René op het plan en het idee wat erachter zit om tot deze woningbouw te gaan komen. En deze video gaan we nu bekijken. En in die video zit ook een oproep van René. Die staat erbij stil, maar dan gaan wij aan het eind van de avond ook een keertje bij u op terugkomen. De aanleiding voor deze planontwikkeling is het BNW-besluit van 1 februari 2022, waarbij het college 5 woningbouwlocaties heeft aangewezen voor een woningbouwplanontwikkeling, waarbij onder andere Zelhem een rol speelt. De basis daarvoor is een locatieonderzoek van het SAB en dat is dus de basis geweest voor dit besluit. En de echte aanleiding is natuurlijk de grote woningbehoefte in Zelhem, met ook vooral de behoefte voor sociale huur, maar ook vooral status- en seniorenwoningen. Locatie Het Loo. De gekozen locatie is in Zelhem op deze plek terechtgekomen door uiteraard de ligging in Zelhem, de goede bereikbaarheid met de goede ontsluitingsmogelijkheden. Wat ook belangrijk was, dat we op deze locatie een voldoende grote planontwikkeling kunnen realiseren. Niet een klein plan, maar een voldoende groot plan. Wat ook belangrijk is, is de eigendomssituatie. Het hele gebied is in handen van 2 eigenaren. Grozel, een ontwikkelaar, en de gemeente. Van belang is ook de goed mogelijke faceerbaarheid in plandelen. En wat uiteraard ook van belang is voor de gemeente, is dat we aan deze kant dan ook Zelhem mooi kunnen afronden vanaf de rondweg. En last but least, een paar jaar terug is er flink wateroverlast geweest in de Bloemenbuurt. Kunnen we dit plan dan ook het oplossen van die wateroverlast daarbij betrekken. Dus in het plan zullen klimaatadaptiemaatregelen worden meegenomen. Het plangebied Het Loo, dat ligt tussen de Hummeloseweg, Rondweg, Toonkweg en de Orchideestraat en is groot zo'n 6,5 hectare. Nou, hier zie je het nog even wat vergroot. Onderdeel van het plangebied is ook de gemeentewerf. Op dit prentje zie je het paarse deel, dat is de gemeentewerf. Geel zijn de bestaande woningen. Groen
is het bestaande groen en lichtgroen is het agrarische groen. Je ziet even wat vergroot, dan zie je ook dat die gemeentewerf best wel een groot onderdeel is van de hele planontwikkeling. De gemeentewerf vervalt, omdat het hele terrein eigenlijk nog amper wordt gebruikt door de gemeente en ook de opstallen niet efficiënt worden gebruikt. Het hele terrein en ook de opstallen hebben een matige plankwaliteit. En uiteraard is ook van belang de ligging in Zellen, met ook direct aan de Bloemenbuurt nabij het centrum. De stadnotitie Zellen-Menlo, daar zijn we in de afgelopen maanden mee bezig geweest na het collegebesluit. In de stadnotitie staan alle uitgangspunten van de gemeente en alle bedoelingen van de gemeente, ook alle bestemmingsplan, aandachtspunten, uitgangspunten. Nou, het hele plan van aanpak noem ik het maar even kort weg. Het gaat wat te ver om alles op te noemen, maar de hele plan aanpak, planning, participatie is ook een belangrijk onderdeel voor de gemeente. En last but least, de samenwerking die wij hier voorstaan met de ontwikkelaar. De stadnotitie is op 19 juli vastgesteld door het college. Is ook onderschreven door Grocel, de ontwikkelaar waar we mee samenwerken. En is te vinden op Bronkhorst/wonen/uitbreidingslocaties onder Zellen. Dus iedereen kan de stadnotitie zien. De planning is een momentopname, is globaal. Op dit moment zijn we bezig met de ruimtelijke visie. Daar zijn we al volop mee bezig. We verwachten dat die ruimtelijke visie in het eerste kwartaal volgend jaar wordt vastgesteld als een definitief document. Ook afgestemd met de ontwikkelaar. Begin volgend jaar gaan we tegelijkertijd al bezig met een locatiepaspoort. Dat zijn eigenlijk meer de ruimtelijke randvoorwaarden, maar ook referenties voor alle planinvullingen. Daarna gaan we eigenlijk gestaag door met een voorlopig stedenbouwkundig ontwerp. Dat is een soort uitwerkingsplan van de ruimtelijke visie. En dat wordt dan later weer vertaald in een definitief stedenbouwkundig ontwerp. Het bestemmingsplan, daar zijn we eigenlijk al mee bezig met allerlei onderzoeken, ook in goed overleg met de ontwikkelaar. En als het goed is, dan hebben we eind volgend jaar hebben we vastgesteld bestemmingsplan. De bestemmingsplanprocedure kan dan vooral de eerste helft 2024 plaatsvinden. En wat voor die planning van belang is, of er wel of geen zienswijze zijn en wel of geen Raad van State procedure, want dat kan voor een enorm stuk vertraging zorgen. Grofweg is het zo dat als alles mee zit, kunnen we naar de bouwvak in 2024 starten met de bouw. En als het tegen zit, dan duurt dat een jaartje langer. Wij willen een oproep doen als gemeente. De gemeente wil heel graag seniorenwoningen en statuswoningen realiseren in dit plan. Dat is ook een belangrijk aandachtspunt voor ons. Wij denken ook aan het mogelijk kunnen maken van collectief particulier opdrachtgeverschap, een CPO. Nadrukkelijk voor starters en senioren, daar kun je je voor aanmelden. En dat kun je via bronkhorst.nl/cpo. Ik kan niet iedereen op voorhand daarvoor garanties geven, dat daar ook iedereen mogelijkheden voor krijgt, maar we proberen dit zoveel als mogelijk in te passen. Daarnaast, dat vinden we ook belangrijk, wij maken dit plan voor Zellem en de Zellemers en wij willen heel nadrukkelijk ook aansluiten met wat Zellem daar zelf graag ziet als planontwikkeling. Willen we ook graag gaan werken met een klankbordgroep vanuit Zellem. En nou, met die groep willen we dan periodiek in overleg om conceptstukken alvast even door te nemen. We zoeken vooral mensen die positief kritisch willen meedenken. En we zoeken dat ook eigenlijk uit verschillende belangengroepen. We kunnen ons ook voorstellen dat bijvoorbeeld uit die CPO-groep mensen zich aanmelden. We geven daar ook een inschrijfmogelijkheid voor via bronkhorst.nl/klankbordgroep. Meld je wel voor 1 januari aan en daarna maken wij een selectie en krijgt iedereen ook daarna een bericht. Op de ontwikkeling van deze woningbouwlocatie in Zellem. Wij zien nog geen vragen binnenkomen via de chat. Dat kan betekenen dat alle informatie helemaal duidelijk is. We hebben nog niet alle informatie gedeeld, maar voel vrij om alle vragen die u maar in opkomt gewoon te stellen. En wij gaan kijken of wij ze kunnen beantwoorden. Dus geen enkele vraag is voor ons onbespreekbaar. Alles is gewoon echt te delen. Dus gebruik deze gelegenheid om met ons dat gesprek aan te gaan. Weliswaar via de chat, maar dat lukt uitstekend. Is onze ervaring.
Dan gaan we nu kijken naar de tweede bijdrage van Arno Keurntjes. Nou, hij is de ontwikkelaar en mede-eigenaar van deze locatie en wil graag vertellen hoe hij tegen deze locatie aankijkt en wat zijn ideeën en beelden daarbij zijn. Arno Keurntjes, eigenaar ANMZF Peters uit Zutphen. Vorig jaar ben ik benaderd door Jan van Kampen, eigenaar van metselbedrijf Vakbouw. Wij werken al jaren samen met Jan en met zijn bedrijf. En Jan die belde mij op en zei van, Arno, in Zelm gaat er de komende jaren wat gebeuren. Er moet wat gebeuren. Jan heeft zelf kinderen in de leeftijd die woningzoekende zijn. En dan komt dit mooi uit. Dus mijn eigen stad ooit op de woningmarkt is geweest. Ik kom uit een klein dorp en er was niks. En wat gebeurt er dan hier in de regio? Dan trek je naar Doetinchem toe en dan is dat het. En daarom is het mooi dat de gemeente Bronckhorst in Zelm de komende jaren de gelegenheid biedt om hun 5 kernen groot uit te breiden. Wij hebben dat samen met Jan van Kampen opgepakt. We hebben daar een aparte BV voor opgericht. Die BV die hebben wij genoemd Grozel BV. Grozel staat voor Grond Zelm, eenvoudige naam. En we willen het graag hier regionaal houden. Om een voorbeeld te geven, de kinderen van Jan die willen hier zelf gaan wonen. Onze eigen zoon die wil hier gaan wonen. Die heeft een grote vriendengroep waarin veel oud-Zelmers zitten die ook graag terug willen naar Zelm. Nu komen de komende jaren daar kansen voor en wij willen het vooral regionaal en lokaal faciliteren. Dus we willen dat samen met de gemeente doen, maar ook samen met de inwoners van Zelm en omgeving Zelm. Om te kijken om tot een mooie wijk te komen. We werken veel samen met leveranciers uit Zelm. Om een voorbeeld te geven, de architect die we voor dit project gebruiken, die zit zelf gevestigd aan de Hummeloseweg. Lekker dichtbij, goed voor de werkgelegenheid en zo willen we verder. De makelaar die we hebben ingeschakeld, dat is aan de voorkant een makelaar die ik uit het verleden ken om te adviseren en een lokale makelaar. Wij zullen daar de namen van doorgeven, zodat ieder zich kan aanmelden. We hebben ook contact met de Rabobank Doetinchem. Rabobank Zelm kantoor bestaat niet meer, maar de mensen die hier in Zelm zaten, die zitten nu in Doetinchem. En onze contactpersoon die woont zelf in Zelm en kent de behoeften voor de markt hier in Zelm. Door in het voortraject lokaal en regionaal iedereen te informeren, voor we op Funda gaan, willen we proberen om de mensen uit Zelm en omgeving een voorsprong te geven. We willen bouwen naar behoeften en we willen er een mooie wijk van maken. En dat willen we niet alleen doen, dat willen we samen doen. En de samenwerking met de gemeente verloopt voorspoedig en dat willen we graag zo houden. En ik zal jullie nog even de namen van de makelaars geven. Dat is de makelaar hier in Zelm is Zeeburg Luimers Lebbink en de makelaar Roosendaal in Serenberg. Als jullie interesse hebben, kunnen jullie daar aanmelden en geef dan vooral de woningbehoefte op. Welk type woning dat jullie willen. Dan gaan wij er iets moois van maken. Nou, dit was de bijdrage van Arno Keurntjes. Ja, ik vind het zelf wel heel erg mooi om te zien hoe Arno hier persoonlijk bij betrokken is. En ook echt iets wil betekenen voor gemeente Bronckhorst en ook de regio hier. Dat is wel waar we het ook vaak doen natuurlijk, deze woningbouwontwikkeling. En niet alleen in Zelm, ook op andere locaties. Maar het is altijd mooi om te zien dat dat ook allemaal mooi past, ook met een ontwikkelaar erbij. De derde bijdrage is van Sandra van Dijk. Sandra van Dijk gaat ons meenemen in de stedenbouwkundige plan en alles wat te maken heeft met van hoe gaan we dit gebied nou ontwikkelen en welke visie hoort daarbij. Ik zie dat ondertussen trouwens nog geen vragen binnenkomen, maar nogmaals, vragen staat vrij, gebruik deze kans. We gaan nu kijken naar de video van Sandra. Welkom allemaal, mijn naam is Sandra van Dijk. Ik ben stedenbouwkundige bij BGSV en wij zijn gevraagd door de gemeente Bronckhorst om de ruimtelijke visie op te stellen voor de locatie Het Loo. Hier achter mij zien jullie de locatie. Een hele bijzondere en mooie locatie. En de opgave is hier dus om een ruimtelijke visie te maken voor 150 tot 175 nieuwe woningen voor Zelm. Waarbij de ambitie is uitgesproken dat het echt een hele landschappelijke ontwikkeling wordt met heel hoge duurzaamheidsambities. En waarbij dus ook ruimte is specifiek voor de vraag naar starterswoningen en oudere woningen. Dus die zullen hier ook een plek krijgen in het plan. En er is nog een opgave eigenlijk die een beetje voortkomt uit de bloemenbuurt. Er is namelijk een waterprobleem in de bloemenbuurt. En we willen kijken of we juist ook in deze visie het zo kunnen integreren dat we ook de waterproblematiek van de bloemenbuurt kunnen aanpakken binnen dit plangebied en binnen die ruimtelijke visie.
Nou, wat is nu een ruimtelijke visie? In die ruimtelijke visie leggen we eigenlijk met het projectteam, dus dat is met de gemeente Bronckhorst en met de ontwikkelaar, maar ook met u samen als bewoner, de ruimtelijke structuur vast, waarbinnen die ontwikkeling straks kan plaatsvinden. Dus wat we doen is, we proberen eigenlijk de kwaliteiten en de ambities vast te leggen in een ruimtelijke structuur. En binnen die ontwikkelvelden is later bij de verdere uitwerking nog ruimte om die in te vullen met verschillende woningtypes. En dat is dus nog flexibel voor de verdere uitwerking, waardoor dus ook uw input daar later nog in verwerkt kan worden. Nou, als we kijken naar Zelhem, dan zien we eigenlijk dat de locatie een hele bijzondere, het plangebied heeft een hele bijzondere landschappelijke ligging. Het ligt namelijk aan de Rondweg en vormt daarmee dus ook de dorpsentree van Zelhem. En daarmee kan het gebied dus ook het plan dadelijk vormgeven aan de overgang van de bebouwde kern richting het open landschap. En we maken dus ook met de locatie een nieuw dorpsentree, waarbij natuurlijk de aanwezige beplantingsstructuren in het gebied een hele belangrijke randvoorwaarde vormen om die ook te behouden. En die geven dus ook het kwaliteit aan het gebied, dat zie je hier heel goed, we hebben hier een kaartje. Dit laat eigenlijk de ruimtelijke context en de landschappelijke context zien van de locatie. En wat je hier heel mooi kunt zien is dat het plangebied, wat jullie eigenlijk naast mij zien, wordt ingekaderd door een aantal boskamers. Dus je hebt de boskamer rondom de gemeentewerf, de locatie die jullie zien. Daar zijn ook boskamers staan. Maar ook rondom het hele plangebied zie je eigenlijk nog een aantal groene scheggen, waarbij je die hele locatie ook als een soort boskamer op zou kunnen vatten. En eigenlijk aan de westkant van het plan zien jullie meer, er staat erven, maar dat is eigenlijk meer de overgang van die boskamer naar het open agrarische landschap. Een landschap wat dus wordt gekenmerkt eigenlijk door boskamers, subtiele hoogteverschillen, lichte glooiingen, bosjes en houtwallen. En dat zie je hier ook heel goed terug, hè? We hebben heel goed gekeken naar de locatie. En binnen die locatie zie je eigenlijk wat we doen is, we proberen die landschappelijke ondergrond die daar is, dus de aanwezige kwaliteiten, die nemen we als basis en als uitgangspunt. Nou, je ziet op de foto's ook heel duidelijk die boskamers. Dus je ziet de houtwallen rondom de gemeentewerf, maar ook rondom de hele locatie en aan de randen van de locatie is heel mooi eigenlijk te zien hoe die bosjes en die houtwallen steeds een groene overgang vormen naar de omliggende woningen. Nou, die kwaliteit, die hebben we met elkaar gezegd, die is heel belangrijk en ook heel kenmerkend voor deze plek. Dus die willen we vastleggen in het ruimtelijk raamwerk en die proberen we dus ook te verankeren in het plan. Dat levert natuurlijk niet alleen een hele prettige woonkwaliteit op, maar ook je ziet ook dat die bosjes op dit moment en die houtwallen een belangrijke natuurwaarde vertegenwoordigen, omdat er ook veel beestjes in leveren, zoals bijvoorbeeld uilen die hier worden aangetroffen, kikkers, salamanders, vlinders, vleermuizen. En ook die proberen we dus een plek te geven in het plan. Dus dat gaat heel erg over dat natuurinclusieve en het duurzame karakter van de nieuwe ontwikkeling. Nou, tegelijkertijd wat je ook ziet is hier de Hummeloze Weg, hè, wat u ook ziet. En een ander uitgangspunt wat wij eigenlijk aan onszelf hebben gesteld, dat het dus heel belangrijk is dat we met elkaar zorgen voor goede verbindingen met de omliggende woningen. Het gaat natuurlijk niet alleen om de nieuwe ontwikkeling, maar ook hoe sluit dit straks aan op Zelhem en op de bestaande bebouwingsstructuur. En hoe zorgen we ervoor dat langzaam verkeersroutes doorlopen, maar dat die ontwikkeling ook zowel ruimtelijk als sociaal verbonden is met de omgeving. Nou, buiten allerlei kwaliteiten die we natuurlijk zien we, zijn er ook een aantal beperkingen in het plangebied of randvoorwaarden, ruimtelijke randvoorwaarden. Nou, dat is bijvoorbeeld de geluidscontour vanuit de rondweg. Aan de rand van de rondweg ligt die geluidscontour dus een stukje over het plangebied heen. En aan de ene kant is dat dus een grens waar je niet in kan wonen vanwege geluid. En tegelijkertijd biedt dat dus ook een kans om daar bijvoorbeeld een waterbergingsopslagplek te maken in de vorm van een ven of een vijver. Dus op die manier kan het dan ook gelijk een woonkwaliteit zijn. Je ziet dus ook de gemeentewerf en daarbovenin zie je een geel vlakje. Je ziet een geel vlakje, dat heet het rioolgemaal. En ook daar is een richtafstand omheen van 30 meter. Dus er zijn ook een aantal beperkingen over het plangebied. En die proberen we natuurlijk zo goed mogelijk mee te nemen in die ruimtelijke structuur die de visie vastlegt.
als we kijken naar de ontwikkelpotentie, dan zien wij heel veel kansen hier. Dus we denken dat er kansen liggen voor het toevoegen van langzaam verkeersverbindingen naar de omliggende buurten. Het behouden en het versterken van de groenstructuur van die boskamers. Het inpassen van een systeem voor waterberging vanuit de bloemenbuurt door het plangebied. Maar ook het maken van nieuwe doorzichten en routes door het plangebied. En ook routes en doorzichten naar het landschap, naar de molen. En op die manier kun je dus echt een dorpsuitbreiding maken met een dorpskarakter, wat heel erg zijn identiteit ontleent aan de landschappelijke kwaliteiten en de ligging van deze mooie locatie. Nou, we hebben in het projectteam een aantal ambities geformuleerd met elkaar. En de ambitie is bijvoorbeeld het landschappelijke wonen, waarbij we met elkaar de wens hebben uitgesproken om een buurt te maken, waarbij eigenlijk heel erg het contrast wordt opgezocht tussen die beslotenheid van de boskamers en de openheid van het landschap wat eigenlijk aan de westzijde ligt. Nou, die ambitie, die willen we kijken hoe we die kunnen vormgeven dadelijk in de ruimtelijke visie. Maar in ieder geval zoeken we dus naar echt contrast tussen het open landschap en het besloten van die boskamers wat je nu ook al op de locatie hebt. Nou, daarnaast is voor ons heel belangrijk dat het dus goed verbonden is met de omliggende buurten. Dat ziet u op het tweede kaartje. En dat gaat dus over de fysieke verbindingen, dus wat ik net al zei. Hè. Dus hoe sluiten de voetpaden aan? Hoe maken we langzaam verkeersroutes erdoorheen? Hoe zorgen we ervoor dat u ook als omwonende dadelijk echt wordt uitgenodigd om het gebied in te gaan? Dat u graag daar een rondje loopt, kinderen daar spelen. Dus we willen ook heel erg zoeken naar de sociale verbinding tussen de bestaande buurten en de omwonenden en dadelijk de nieuwe buurt. Nou, we zoeken daarnaast naar een dorpse schaal en korrel. We hebben natuurlijk ook gekeken. Hè. In Zelhem zijn eigenlijk de buurtjes die er zijn best klein. En die hebben allemaal een kleine schaal en korrel. Grote, zoals we dat noemen in stedenbouwkundige termen. En wat we willen proberen binnen deze uitbreiding, of ontwikkeling, is om te kijken dat we niet dadelijk 150 of 175 woningen allemaal van hetzelfde maken. Hè? Want dat is eigenlijk ook helemaal niet dorps. Dat zou ook hier niet passen. Maar we zoeken juist naar aanknopingspunten om ervoor te zorgen dat we echt kleine buurtjes kunnen maken met een eigen identiteit. Die natuurlijk wel samenhang hebben, maar waarbij je ook veel verschil en differentiatie hebt. Juist wat past bij die dorpse sfeer. En het laatste plaatje, dan moet ik even iets opzij stappen, dan kunt u dat ook zien. Daar staat klimaatadaptief en duurzaam. Het gaat over klimaatadaptiviteit en duurzaamheid en waterberging. En daar laten we eigenlijk zien de ambitie dat je dus vanuit die bloemenbuurt ook een deel van de waterproblematiek daar gaat oplossen binnen dit plangebied. Maar ook dat de woningen die we maken duurzaam zijn, dat er rekening wordt gehouden met energiezuinige woningen, zonnepanelen, maar ook groene daken. We willen kijken ook hoe we bijvoorbeeld kunnen in het plan veel ruimte kunnen maken voor waterberging, voor groen, voor natuur. En proberen tegelijkertijd ook de hoeveelheid verharding te minimaliseren binnen het plan. Zodat het ook echt toekomstbestendig is. Nou, vanuit al die ambities en kansen hebben we een concept geformuleerd met elkaar. Dat is eigenlijk het concept de boskamers. En daarbinnen zie je dus drie type boskamers, waarvan wij denken, hey, dat is een aanleiding om ook echt verschil te maken binnen die uitbreidingslocatie. En tegelijkertijd is alles een overkoepelend concept, is natuurlijk die boskamer. En dan heb je de hoger gelegen boskamer, die ligt op de gemeentewerflocatie. De lager gelegen boskamer, die is juist wat natter. En de twee boskamers aan de rand, meer aan de westzijde, richting de rondweg. Dat zijn dus, je ziet eigenlijk al heel mooi dat die kamers zich daar openen naar het landschap, waarbij je dus van het besloten karakter van die eerste boskamer die ik noemde, op de gemeentewerflocatie, juist veel meer naar een open kwaliteit gaat met doorzichten naar het buitengebied voor die twee boskamers aan de rand. Nou, wat wij doen in het planteam is een ruimtelijk raamwerk maken. Het ruimtelijk raamwerk vormt eigenlijk de basis straks voor de verdere uitwerking en vormt dus ook de structuur die je vastlegt binnen zo'n visie. En ik probeer aan jullie even uit te leggen hoe dat ruimtelijk raamwerk tot nu toe in elkaar zit. En het is natuurlijk nog concept, dus we zijn echt nog bezig. Dus jullie input is daarin ook nog meer dan welkom, want we zijn echt nog aan het zoeken. Maar voor zover als we nu zijn, denken we dat de
de bovenste boskamer, de meest noordelijke, een heel erg een besloten en intieme kwaliteit zou kunnen hebben. Iets droger, hoger gelegen. Waarbij je eigenlijk twee ontwikkelvelden ziet waarbinnen die woningen zouden kunnen komen. En een kleiner ontwikkelveld voor bijvoorbeeld een appartementenblokje. Nou, dan aan de zuidkant willen we eigenlijk die boskamers, u ziet die groene scheg bij de entree van Zelhem. En die andere groene scheg meer met elkaar verbinden door middel van een wadi of een bosbeek. We denken aan een structuur, een waterstructuur die in de zomer droog staat en in de winter. En bij piekbelasting bijvoorbeeld water kan transporteren richting de westzijde. Of dat kan bergen. En we proberen de woonkwaliteit heel erg op te hangen ook aan die bosbeek. En zoals we nu in de ruimtelijke structuur hebben bedacht, is eigenlijk zijn al die ontwikkelvelden helemaal autoluw en autovrij. En woont iedereen direct aan het groen. En proberen we het parkeren en het verkeer zoveel mogelijk aan de noordkant te houden. Zodat je echt vanuit de voordeur zo het groen inloopt. En ook echt heel erg het gevoel hebt dat je eigenlijk in het bos woont. En de twee velden aan de westzijde, daar zie je eigenlijk meer die opening richting het landschap. Daar opent zich die bestaande houtwal. Die opent zich ook richting het landschap. En we proberen ook een route te maken, echt in fysieke zin. Vanaf de wandelroute die nu langs de rondweg ligt, helemaal door het plangebied, door die boskamers, ook verbonden met de bloemenbuurt. En ook vanuit het zuiden richting het noordelijk deel. Nou, we hebben daar nog geen ontsluitingsstructuur bij. Die is nog niet helemaal helder. En dat heeft natuurlijk te maken met dat dat heel complex is. Daar moeten berekeningen voor gedaan worden. Waar is nu de beste manier om dit aan te sluiten op de bestaande infrastructuur? Hebben we 1, 2 of 3 aansluitingen nodig? Dus al die vragen die liggen nog voor. Daar zijn we ook nog mee bezig om dat nader te onderzoeken. Maar wat we in ieder geval binnen dit raamwerk geprobeerd hebben, is eigenlijk dat er heel veel kansen, je ziet dat met zwarte pijltjes, liggen om het gebied te gaan ontsluiten. En dus dat de structuur eigenlijk onafhankelijk is van de ontsluiting die straks gekozen wordt. Ondanks dat wij ons beseffen dat voor u dat misschien een heel belangrijk thema is. Dus daarover horen we ook graag jullie mening en ideeën. Nou, even hier zijn we dus nog niet over uit. Dus we gaan even verder naar de sfeer van de boskamers. Daar hebben we natuurlijk ook al over nagedacht. Dus dit is bijvoorbeeld de sfeer waarbij we denken bij de noordelijke boskamer. Dus echt wat meer die bosachtige sfeer, wat hoger gelegen, een drogere setting. En echt vanuit de woning direct aan het groen. Nee, dit zou bijvoorbeeld meer de sfeer kunnen worden van de bosbeek. Dus dat is ook dat bossige karakter, maar dan wel in combinatie met waterberging, met een wat meer met laagte, met bloemen. En ook bijvoorbeeld een wadi die soms vol kan staan met water. En dit zou ook een goede plek kunnen zijn bijvoorbeeld voor seniorenwoningen en patiowoningen. En dan nog de laatste twee velden. Dat zijn eigenlijk de velden die het meest aan de westkant liggen. Nou, daarmee wordt echt de overgang gemaakt vanuit het bestaande dorp naar het landschap. Maar dit gebied vormt dus straks ook de dorpsentree. Dus wat we hier in ieder geval willen doen is heel goed nadenken over welke woningtypen zitten aan de randen. Hoe komt u straks het dorp binnen? Wat is de beleving daarvan? En hoe kunnen we met elkaar ervoor zorgen dat dit ook echt een kwaliteitsverbetering wordt voor Zelhem? Waarbij dus niet alleen een hele mooie woonmilieu wordt toegevoegd, maar ook de kwaliteit van het dorp als geheel echt een verbeterslag krijgt. Nou, we hebben ondertussen ook wat vragen binnengekregen, maar voordat we op die vragen antwoorden gaan geven, wil ik nogmaals even aangeven dat u ook kunt aanmelden voor onze nieuwsbrief op het gebied van wonen via onze website bij Bronckhorst Wonen. Daar zijn heel veel inwoners al op ingeschreven, want dan houden we u echt regelmatig op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast heeft de uitbreidingslocatie in Zelhem ook een eigen website. Die kun je ook vinden bij ons op de website. Bij uitbreidingslocatie Zelhem, als je daarop klikt, kun je ook veel meer informatie vinden over de woningbouwontwikkeling in Zelhem. Dus die website regelmatig bezoeken. Alle nieuwe informatie die wij hebben gaan we erop zetten. De vragen en de antwoorden en alles wat daarbij hoort. En ook deze avond. De eerste vraag die we binnengekregen hebben. Nou, hier staat misschien een navraag. Is helemaal geen navraag. Een hele gebruikelijke vraag. Die krijgen we heel vaak te horen. Gaan inwoners van Zelhem voor op anderen? En wat betekent dat voor de eigen kinderen en hun vrienden? Ik wil die graag voorleggen aan Arno. Het is mooi dat deze vraag binnenkomt. Ik heb net in mijn eigen filmpje al aangegeven
dat we vooral regionaal en lokaal willen werken. En ik zou zeggen, meld je SVP zo snel mogelijk aan bij de makelaars. Geef het woningtype op wat jullie zoeken. En dan worden jullie met voorrang behandeld. We doen het op datum van binnenkomst. Dus hoe eerder men zich aanmeldt, des te eerder wij inzichtelijk hebben wat voor woning behoefte er is. En dan kunnen wij daarop inspelen. Ja, en de mensen vragen ook van of die gegevens van die makelaar gedeeld kunnen worden. Waar kunnen ze die vinden? Nou, ik heb de namen van de makelaars genoemd, maar dat is hier in Zelm is dat Zeeburg Luimens Lebbink. Ja. En Roosendaal Makelaars in Seerenberg. Seerenberg. Ja. Dus ja, je kunt ook terugkijken, maar goed, de namen zijn nu genoemd. Daar kunnen ze zich gewoon echt aanmelden voor interesse in de woningbouwplannen in Zelm. Een andere vraag die gesteld wordt, ook heel gebruikelijk. Worden het huur- of koopwoningen of beide? Er is wel denk ik ook wat van verteld, maar wie zou daar even antwoord kunnen geven? Ja, dat kan. Ja. Ja, in het plangebied komen sowieso zowel huur- als koopwoningen. Er zullen ook vrije sector huurwoningen komen. We zijn ook bezig met een woningbouwvereniging die op dit moment aangeeft dat die tot zo'n 30, 35 sociale huur- en gezinswoningen daar wil gaan realiseren. Dus eigenlijk is het antwoord heel simpel, beide. Ja. En ja, goed, wij als gemeente willen ook heel graag dat er voor een heel breed gezelschap aan allerlei soorten vragers woningen worden gebouwd. Echt, daar willen we ook echt aan voldoen. En daar zijn deze locaties uitermate geschikt voor, omdat je gewoon op meerdere, dat heeft Sander ook al aangegeven, op meerdere vlekken in zo'n locatie verschillende soorten woningtypes kunt bouwen. Een volgende vraag die gesteld is van: wat zijn de plannen met de waterzuivering die nog gevestigd is aan die Tonkweg? Dat is vlakbij de gemeentewerf. En dat heeft alles te maken natuurlijk met stankoverlast en die is ook echt regelmatig te ruiken. Daar hebben we natuurlijk wel vaker vragen over gekregen. René, kun je daar wat over uitleggen hoe dat aangepakt wordt? Het rioolgemal van het waterschap, dat zal daar moeten blijven. Dat heeft mee te maken dat dit een soort verzamelpunt is vanuit allerlei leidingen, persleidingen, riolen. Ook een asbestriool zit er nog op aangesloten. Het is ons bekend dat het rioolgemaal af en toe stankoverlast geeft. Maar het is heel goed technisch mogelijk en daar gaan we ook zeker mee aan de slag om die stankoverlast weg te halen. Daar gaan we ook met het waterschap uiteraard in overleg. Uh-huh. Daar gaan we aan werken. Ja, dankjewel. Ik weet dat in de presentatie van René ook een planning zit. Die kan misschien nog even een beeld laten komen. De mensen willen natuurlijk weten van wanneer gaat natuurlijk wat gebeuren. Als ze zich nu inschrijven op die woningen, wanneer zouden ze dan in de meest ideale situatie een woning kunnen betrekken? Volgens deze planning, en elke planning is echt een momentopname, dat moet u zich goed realiseren. Als alles meevalt, kunnen we in het najaar 2024 starten met de bouw. En dat kan misschien iets meevallen, maar als het tegen zit, dan schuift dat zomaar een jaar door. Ja. Dan hebben we het over raad van state, procedures enzovoort. Dus als mensen bezwaren gaan maken of andere zaken gaan spelen, dan in de procedure. Ja. En dat wordt denk ik ook wel in een bepaalde fase, niet alle woningen worden natuurlijk tegelijk gebouwd, maar die fasering is denk ik nog niet helder en dergelijke, voor welke doelgroep gebouwd gaat worden. Dat hangt van de belangstelling af, maar in principe is het wel de bedoeling dat we het gebied gefaseerd gaan ontwikkelen en gefaseerd gaan realiseren in goede samenwerking met de ontwikkelaar. En dat moeten we eigenlijk nog wat nader fine-tunen, hoe we dat met elkaar gaan doen. Maar dat hangt ook vooral vanaf hoe de verkoop gaat. Ja. Ik zie vast geen vragen of opmerkingen binnenkomen. Dan ga ik er ook een stukje voor nu uit dat heel veel informatie gewoon voor u gewoon heel helder en duidelijk is. Kijk, wij gaan verder sowieso natuurlijk met die planontwikkelingen. Dat heeft ook René toegelicht en ook Sander heeft verteld hoe die visie ontstaat op deze locatie. Arno heeft wat verteld over zijn ook de betrokkenheid die zij hebben en ook de professionaliteit om zo'n locatie echt tot ontwikkeling te gaan brengen. Als er verder geen vragen zijn, we hebben nog wel een oproep aan u. En ik denk dat het belangrijk is, René, dat jij eens wat vertelt over die oproep. Ja. De helft van het gebied is in handen, in eigendom van de gemeente. En de gemeente is voornemens om dat vooral te gaan ontwikkelen met collectief particulier opdrachtgeverschap. Dat betekent eigenlijk heel simpel dat de mensen collectief samen een bouwplan zouden kunnen gaan ontwikkelen.
Wij zien een CPO, zoals we dat ook noemen, zien we vooral voor starters woningen als mogelijkheid en voor senioren woningen als mogelijkheid. Nou, stel dat u denkt van, nou, ik zou het heel fijn vinden om met een stel mede-geïnteresseerden om een projectje te maken met patio woningen, ik noem maar een voorbeeld. Dat zou dat heel mooi in een CPO kunnen. Sinds vandaag is de inschrijfmogelijkheid staat open bij de gemeente om, als u geïnteresseerd bent in een CPO op basis van een statuswoning of op basis van een seniorenwoning, om zich daarvoor in te schrijven. En die inschrijfmogelijkheid die hebben we in eerste instantie even opengesteld tot en met januari, komende januari. En dan maken we de balans op. En hoe we het dan verder gaan toewijzen, dat hangt ook helemaal af van hoeveel belangstelling er is enzovoort. Dus na januari gaan we ook met de mensen die zich daarvoor hebben aangemeld, gaan we contact opnemen en zullen we het vervolg gaan afstemmen. En is er al een idee van over hoeveel woningen het gaat? Ja, dat is een beetje lastig te zeggen, want er komt natuurlijk sociale huur. We hebben het grofweg over 160 woningen. Er komen in principe ook zorgwoningen via een zorgpartij. All in gaat het om 160 woningen. Ik zou zeggen dat het, dan gaat het dus om 40, 50 woningen, all in. Ja. En ik stel de vraag zelf maar even, dat zal best wel spelen bij mensen. Op het moment dat er meer geïnteresseerden zijn dan er woningen zijn, dan wordt er geloot of wat wordt er mee gedaan? Dan iets dergelijks zal gaan gebeuren. In ieder geval, de mensen die zich zeg maar tot en met januari aanmelden, die hebben sowieso een focuspositie. En dan maken we de balans op en als er echt veel te veel belangstelling is, dan zal er waarschijnlijk worden geloot. Ik stel de vraag nog meer aan Arno. Heb jij ervaring met CPO-trajecten en wat is jouw beeld daarbij? Ja, CPO, dat hoor je steeds vaker. Met name de starters, omdat de onderkant van de markt. We willen allemaal graag betaalbare woningen. En we weten allemaal wat er de laatste jaren is gebeurd met de prijsstijgingen in de markt. Het is voor ons ook heel moeilijk in te schatten. Wij hebben meerdere van dat soort starterswoningen gebouwd. En wij zien nu ook in dat. In de wijk, zoals wij dan het gedeelte wat wij dan gaan ontwikkelen, dat worden koopwoningen. En ik heb toch voor mezelf al even doorgerekend wat met het huidige prijsniveau, wat statuswoningen zouden moeten kosten. Want ik denk dat dat dadelijk ook bij mensen gaat spelen. En we kunnen zeggen dat we statuswoningen op het moment het huidige prijsniveau, dat we die nog voor onder de 3 ton kunnen aanbieden. En daar wel bij vertellen dat dan de huidige norm is dat we volgens de BEng-eisen, dat is een bijna energie-neutraal gebouw. En we zien natuurlijk dit jaar, met name het laatste half jaar, dat de energieprijzen de pan uitreizen. En het wordt steeds belangrijker dat je gewoon energie-neutraal bezig bent. Dus wij staan er ook zeker open voor om gezamenlijk wat op te pakken. En naast de statuswoningen, zoals René net ook al aangaf, zien wij dat er steeds meer behoefte komt aan levenslooppwoningen, patiowoningen. En wij vinden eigenlijk dat we die in verschillende gradaties moeten aanbieden. Dus de wat luxere voor de mensen die dat goed kunnen betalen, maar ook de vanafprijs voor een levenslooppwoning. En daar zijn we druk mee doende om dat nu te ontwikkelen. En misschien terugkomend op jouw vraag wat je net zei van wanneer kunnen we daar wat meer mee? We gaan, zoals René net zei, in begin komend jaar, januari, februari, wordt de ruimtelijke visie verder uitgewerkt. En dan kijken we welke vraag er is. En dan wordt de verkaveling opgezet. En dan kunnen we ook concreter de mensen berichten en informeren. Oké, dankjewel. Ondertussen hebben we 2 vragen binnengekomen. En een van die vragen is, wanneer verwachten jullie dat de woningen in de verkoop gaan? Nou, daar heb je nu ook zelf wel een antwoord op gegeven. En René ook, hè? Maar nogmaals, schrijf je in bij deze 2 makelaars en voor de CPO-traject meld je aan, wat de oproep in de doet via de website. Een andere vraag die nu voorbij komt, ik kijk of ik het goed kan interpreteren. Is er in het huidige plan ook extra ruimte voor flexwoningen? En ik denk dat dan bedoeld wordt die tiny house of conceptwoningen. Is daar ook ruimte voor? Zeg maar, worden daar ook kavels voor uitgegeven of is dat nog niet voorzien? Er is nu nog niet in voorzien, maar ik zou zeggen mensen, meld je aan. Ja. Meld dit ook zowel bij de gemeente als bij de makelaar. Dan kunnen wij dat dadelijk in de ontwikkeling van onze plannen meenemen. Ja. En zo wat mij betreft ook in een CPO kunnen worden meegenomen. Ja. Ja.
Ik denk dat het ook iets te maken heeft met de betaalbaarheid, want conceptwoningen zijn klein en minder duur. Ja. En dat zou dan een aanvulling zijn op de woningen die jij net aangaf, Arno. Ja. Dus dat, ik denk dat dat de vraag is die eronder ligt. Maar goed, als diegene daar nog wat over wilt vragen, voel vrij. Ja. Eentje die ik zelf als kind interessant vind, want Sandra zit hier ook aan tafel als stedenbouwkundige en die werkt eigenlijk door het hele land. Ook voor grote steden. We zitten nu in de Achterhoek en je wilt ook die Achterhoek terug laten komen in de ontwikkeling. Dat heeft ze ook een stukje ook aangegeven in haar presentatie. Maar ik denk ook dat het belangrijk is dat je op die manier een stukje onderscheid nog steeds kunt maken. Zie je dat ook zo, Sandra? Voel je dat ook zo? Ja, zeker. Ja. Volgens mij wat echt typisch ook dat dorpse is dat natuurlijk aan de ene kant het landschap is hier heel belangrijk. Dus dat proberen we ook heel erg in het plan te verweven. Dus er zit echt heel erg veel ruimte in voor groen, water en bestaande groenstructuren. Dus op die manier is dat landschappelijk heel erg gewaarborgd. En de dorpse schaal die proberen we dus ook heel erg te maken door die verschillende deelgebieden te maken waarin je echt die verschillende sferen kan maken, verschillende identiteiten, zodat je meer die kleine dorpse korrel maakt. En dus ook door dat heel veel verschillende woningtypes komen, dus misschien een blok voor senioren, iets met patio woningen, misschien wel iets met tiny houses, of een stukje met rijwoningen. Dus daardoor krijg je binnen dat plan ook nog weer hele kleine buurtjes of blokjes, die eigenlijk samen ook weer waar mensen samen een collectieve tuin hebben of waar mensen tegenover elkaar een plantsoen delen als uitloper van bijvoorbeeld die bosbeek. Dus dat je eigenlijk altijd heel erg proberen we te zorgen dat je met elkaar en met je buren, dat je die tegenkomt, dat je elkaar ontmoet en dat je dus bijvoorbeeld ook een stukje ruimte of groen hebt wat je samen deelt. Ja dat klinkt heel erg goed en het gevoel wat er eigenlijk bij is, dat merk ik ook aan de reactie bij je andere bijeenkomsten, dat het echt past bij de Achterhoekse schaal en ook bij de schaal van Zelm. Dat is eigenlijk een toegevoegde waarde. We hebben natuurlijk de oproep gedaan voor de CPO's. Wij zijn heel benieuwd welke interesse dat is. Meld u alsjeblieft aan. Ook de oproep voor die klankbordgroep. Mooi dat u de gelegenheid krijgt, denk ik, om mee te denken bij deze verdere ontwikkelingen. Dat kan heel waardevol zijn, want we willen daardoor juist een nog beter plan maken van deze locatie. Ik weet niet of er nog andere vragen zijn op dit moment. Ik wou nog even iets zeggen over die klankbordgroep. Ik heb een oproep gedaan voor een klankbordgroep. Inmiddels is intern afgestemd dat de inschrijving daarvoor openstaat tot 15 januari. En dat heeft ook eigenlijk alles te maken met de vervolgplanning van vooral de ruimtelijke visie. Het idee van die klankbordgroep is dat we willen een plan maken voor Zelm. Maar we vinden het ook fijn als Zelmers positief, kritisch gaan meekijken, gaan meepraten. De bedoeling is dus dat als er bijvoorbeeld een concept definitief ruimtelijke visie is, dat we die ook gaan behandelen in de klankbordgroep. Hetzelfde verhaal zal gaan spelen met een kavelpaspoort of met een concept verkaveling. We zoeken eigenlijk gewoon een feedback vanuit Zelmers. Ik heb goede ervaringen hiervoor met zo'n klankbordgroep. Maar ik wil het ook wel weer in zekere zin werkbaar houden. En dat werkbaar houden, dat houdt voor mij in dat de grens wel op zo'n 8 à 10 mensen ligt. Dus tot en met 15 januari kunnen mensen die dat leuk lijken, kunnen zich daarvoor inschrijven. Ook via de website van Bronckhorst, via uitbreidingslocaties, wonen en dan Zelm. Zou zeggen, als u dat beleidt, schrijf u ervoor in. Ja. Even voor het beeld, hè, want het hoeven niet mensen zijn met een bouwkundige achtergrond of zo. Hoeft echt helemaal niet. Hè? Nee, ik zoek eigenlijk vooral mensen die positief, kritisch betrokken zijn wat er in Zelm gebeurt. Okay. En ook graag zouden willen meedenken, willen meepraten over van wat wij hier nou aan het doen zijn voor dit plan. Ja. En hoeveel tijd wordt aan die mensen gevraagd? En welke periode? Eigenlijk komt het erop neer dat we 1 keer per paar maanden. En de eerste keer zal wat mij betreft ergens rond 1 februari of de eerste week van februari zijn. Dat we gewoon een afspraak inplannen om de klankbordgroep dan bij te praten en ook de feedback op te halen. Ja. Ja. En vervolgens als er dan een concept kavelpaspoort aan de orde is, dat zal een paar maanden verderop zijn. Ja, dan doen we eigenlijk hetzelfde. Dus 1 keer in een paar maanden en eigenlijk all in een keer of 4. Vier keer per jaar en dan de komende komend jaar. Ja. Ja. Dus een kleine tijdbesteding, denk ik, schat ik zo in, om echt mee te denken en mee te doen bij de ontwikkeling van deze locatie.
Toen komt nu ook een vraag binnen van deze sites zijn nog niet in de lucht. Klopt dat? Nou, nee, dat is niet waar. Sinds vanmiddag is de site in de lucht. Ja, en die staat ook voor de aanmelding van de CPO voor status en voor senioren. Ja. En ook voor de klankbordgroep. Er is mij vanmiddag verzekerd dat vanaf vanmiddag die inschrijfmogelijkheid open zou staan. En die staat op de website van de gemeente, www.bronkhorst.nl. En dan onder wonen, en dan onder uitbreidingslocaties, en dan onder zelf. Zelf, ja. Oké. Misschien even zoeken op de website van de gemeente. Ik weet dat niet altijd even toegankelijk zijn, maar een paar klikjes en je bent er volgens mij. Dus www.bronkhorst.nl en als je dan zoekt op uitbreidingslocaties bij wonen, dan komt hij ook op Selm. En als je daarop klikt op Selm, dan staat zo'n streepje volgens mij onder, dan komt hij ook uit bij de informatie die we nu besproken hebben. Ik kijk eventjes ook naar Arno of naar Sandra of jullie nog tips of andere ideeën hebben richting de... Als mensen inhoudelijk nog vragen hebben of een keer met ons willen sparren, ik ben gewoon te bereiken op kantoor Aannemers F. Peters in Zutphen. Telefoonnummer 0575-514-404. En ik trek er even tijd voor uit en dan gaan we samen zitten. Nou, heel toegankelijk, heel laagdrempelig. Dankjewel Arno. Sandra? Ja, ik denk dat het belangrijk is dat mensen, dat u alle probeert, mocht u interesse hebben in het plan, geef ook de woningtype aan waar u behoefte aan heeft of waar uw voorkeur naar uit zou gaan. Want we proberen nu in die visie, hè, ziet u ook dat er ontwikkelvelden getekend zijn, dus daarin is de verkaveling nog niet helemaal uitgewerkt. Dat kan ook nog op heel veel verschillende manieren, dus ik denk dat het belangrijk is dat hoe meer wij vanuit u horen, waar de wensen liggen, hoe beter straks het plan daarop aangepast kan worden. Oké. Helder. René? Ja, volgens mij hebben we alles gezegd. Is er nu vooral afwachten hoe de mensen zich inschrijven en hoe het plan verder gaan uitwerken. Wat mij betreft, so far so good. Het plan loopt wat mij betreft prima. Ja, okay. En als er nog vragen zijn, kunnen mensen altijd bellen of mailen. Dat kan met de gemeente, dat kan ook met ons. En dat helemaal goed. Reageren. Vragen zijn om te stellen via wonen@bronkhorst.nl, via de mail. Dat kan ook. Okay. Nou, dan kunnen we nu deze bijeenkomst gaan afronden. Ik wil u heel erg bedanken voor in ieder geval uw deelname. De vragen die u gesteld heeft. Ik hoop dat alle informatie goed overgekomen is. Alles komt op de website, dat hebben we ook aangegeven. Ook de vragen die gesteld zijn en de antwoorden zoals we nu ook geformuleerd hebben op de vragen die gesteld zijn, die zetten we ook nog op de website. En schroom niet met ons contact te leggen, of het nou via de gemeente is of via de ontwikkelaar is. Die zijn echt heel toegankelijk en bereid om u te woord te staan. Nogmaals dank en hopelijk tot binnenkort. En dan kunnen we verder praten over de woningbouwontwikkeling in Zelhem. Fijne avond.